Ja, voorzitter, op dat laatste punt door te gaan, want dit is inderdaad schrikbarend. En dit probleem is jarenlang gegroeid in de samenleving, maar dat is niet zomaar gegroeid. Dat is het gevolg van jarenlang te weinig sociaal beleid, te weinig geïnvesteerd in politie, te weinig geïnvesteerd in wijken, te weinig geïnvesteerd in jongerenwerk, te weinig geïnvesteerd in onderwijs. En wat we vandaag de minister horen zeggen, is dat ze nog meer problemen van die samenleving eigenlijk in de klas neerlegt. Nog meer in die overvolle klassen, nog meer bij die leraren. En is de minister, vraag via de voorzitter, niet met de SP van mening dat als we dit willen aanpakken, we echt langjarig moeten gaan investeren in wijken, in politie, in jongerenwerk en in onderwijs, ja, omdat we ja, anders alleen ja, maar pleisters aan het plakken zijn. Ja, voorzitter, ik begin er maar mee dat ik de analyse van mevrouw Bekkerman, het staat mevrouw Bekkerman vrij om een hele analyse hier te geven, maar die deel ik niet. Wat ik wel kan aangeven is dat of we dat nou leuk vinden of niet, wat in de samenleving gebeurt, komt onherroepelijk onze scholen binnen. Ik zou willen dat dat niet zo was, maar er is geen oninneembare poort die alles tegenhoudt. Het komt onze scholen binnen en ik zie het als mijn taak om ervoor te zorgen dat de leraren en schoolleiders voldoende geëquipeerd zijn om hiermee om te gaan. Aan de ene kant. En aan de andere kant om ervoor te zorgen dat we alles wat we doen, vandaar ook die programma's die we met justitie en veiligheid doen, die ja, we doen in samenwerking met politie, met jongerenwerk, om ervoor te zorgen dat ja, het juist niet het scholen binnenkomt. Ja, voorzitter, maar als we dus niet eens, we zijn niet eens over het probleem. Want de minister zegt, ja, ik deel die analyse niet, voorzitter. Maar als de leraren weglopen, de klassen overvol zijn, de wijkagenten in actie komen omdat ze zeggen er is jarenlang te weinig geïnvesteerd. Nu opnieuw zeggen bij een coalitieakkoord er is te weinig geïnvesteerd. Het jongerenwerk bijna niet in actie kan komen omdat het weinig beschikbaar is. Dan heeft dat toch verband met elkaar. Dan heeft dat toch verband met de problemen die zo'n school binnenkomen. De minister kan toch niet zeggen ja, we zien het wel gebeuren in de samenleving, maar de politiek staat daar volledig los van. Ja. Voorzitter, wat ik constateer is dat er allerlei incidenten en dat geweld die ook breder in de samenleving plaatsvinden, dat die de scholen binnenkomen. En ik herhaal dat we een analyse kunnen maken van de totale afbraak van Nederland, maar daar ga ik niet in mee, want dat is gewoon niet aan de hand. En mijn plicht is het en onze plicht is het om ervoor te zorgen dat leraren en schoolleiders worden geholpen om al die problemen die ze nu op hun bord krijgen, om die te tackelen en ook om ervoor te zorgen dat ze de school niet binnenkomen. En dat is de inzet.